En hierbij nog een belangrijke oproep aan vaders, en niet alleen aan vaders, maar ook aan moeders. Wij mochten 6 kinderen krijgen van de Heere God. En die mocht ik samen met mijn vrouw opvoeden. En ja, vaak kijk ik terug en zeker zo'n moment als dit. Ik ben zelf ongeneeslijk ziek. Ik heb een beperkte tijd van leven. Hoe lang dat is, dat weet ik niet. Dat is in Gods handen. Maar ik zou graag nog iets willen meegeven in ja, de geloofsopvoeding van je kinderen, in het aanhouden daarvan. En ik wil het doen aan de hand van een gedeelte uit Deuteronomium. Deuteronomium 6. Ik wil dat graag voorlezen. Dan begin ik bij vers 4. Luister Israël, de Heere onze God, de Heere is één. Daarom zult u de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. Deze woorden die ik u heden gebied, moeten in uw harten zijn. En dan komt het ook nog, vanuit dat kader, u moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken. Als u in uw huis zit en als u over de weg gaat en als u neerligt en als u opstaat. U moet ze als een teken op uw hand binden en ze moeten als een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn. U moet ze op de deurposten van uw huis en op uw poorten schrijven. Ja, ik vind het een heel aangrijpend tekstgedeelte. Als dit niet een oproep is, als vaders en als moeders, om aan te houden in het gebed en het onderwijzen van je kinderen, in de weg van God. Ja, wat heb je dan nog nodig? Woorden direct van God. Hij heeft ze op laten schrijven als een boodschap voor u en voor mij. Dit zal leidend moeten zijn in alle overwegingen die je maakt, in het begeleiden en opvoeden van je kinderen. En het mooiste is dat je het goed mag zien waar het mee begint. Hè? Luister Israël, de Heere onze God, de Heere is één. Dat is de betrouwbare, de rechtvaardige. Hè? Die nooit kan liegen, die waarheid spreekt. Die behoudt en het welzijn van zijn kinderen op het oog heeft. En vanuit die God, vanuit dat verbond, vanuit die genade, mag je kinderen opvoeden. En daarom ga je door, hou je vol, prent je alles in hun hart. Laat je geen dingen lopen, omdat je weet dat het erop aankomt. Wie willen ze dan dienen? He, laat het dan zo zijn, aangaande mij en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Laat dat leidend zijn in alle overwegingen die je doet en alle keuzes die je maakt met je kinderen. En bid. Bid met ze en bid voor ze. Van God kun je op aan. Van Hem mag je alles verwachten.